uit kan schieten. Vragen die ontstaan kunnen niet altijd beantwoord worden. Eigenlijk is dat in deze situatie weer heel erg mooi aan de hand van die vervreemding. Ik zag net al iemand langs fietsen en die kijkt toen naar die omgeving. Die ziet hier dat hier wat wordt gebouwd en die ziet dan een beetje het kunstwerk. En je ziet al een soort, wat is dat hier? Dus de werkelijkheid. Wat stelt het voor? Nou, ik heb heel erg gekeken naar de omgeving. Dat is mij ook gevraagd of ik de omgeving zeg maar een beetje als inspiratiebron zou kunnen gebruiken. Omdat die natuurlijk wordt gebouwd. Nou, dat is eigenlijk het eerste wat ik heb gebruikt. En daarnaast heb ik dingen over Almelo opgezocht. Dus eigenlijk is het Almelo in de Steigers. Zo kun je het een beetje... dat is zeg maar het uitgangspunt. Maar het bouwen in Almelo hierachter is zeg maar het belangrijkste uitgangspunt van het werk. Ik zie ook wat schilderijen en de een lijkt op de kop te staan. Is dat zo of zo met opzet? Nou, voor mij is dat eigenlijk werktekeningen. Of ja, geen schilderij met tekeningen. Ik teken vaak eerst voordat ik begin aan een sculptuur. En ik heb deze werkinstallatie ook gebruikt. En ik benader eigenlijk een tekening niet van één kant. Dus ik wil nog wel eens een keer... het draaien, waardoor het misschien af en toe lijkt dat bepaalde herkenbare vormen die dan misschien op de kop staan. Maar voor mij gaat het meer om de vorm aan zich en niet om wat het betekent. De schroefjes van de constructie, de ene keer naar binnen en de andere keer naar buiten. Zit daar een hogere gedachte achter of is dat ook toeval? Gaat het een beetje over de tijdelijkheid van de... Van het in de steiger staan van de bouwplaats hierachter. Dus dat geeft een soort van tijdelijkheid aan. En dat is. Ja. Nee, het is geen toeval, er is wel over nagedacht. Ja. Zo van het is toch tijdelijk en moet toch weer los. Dus, Ja. Het is. Het werk staat natuurlijk ook 2 maanden, dus. Dat is ook tijdelijk. En dan gaat het weer mee.